Vanavond is er hoog bezoek in 3 voor 12 WDO, namelijk Rina Mushonga. Goedenavond. Hallo. Laten we eens even doornemen. Je werd geboren in India, opgegroeid in Zimbabwe, je studeerde in Engeland en je woont nu in Amsterdam. Yes. Jongen. Maar het is ook bijna de eerste keer dat iemand het gewoon goed heeft. Ja, het was even studeren inderdaad. Maar dit hoor je ook op de een of andere weirde manier allemaal terug in je debuutalbum, The Wild, The Wild Wilderness. Wilderness, yes. Ja, ik zeg wel, iedere keer wil ik wildernis gaan zeggen dan. Yeah. Ja, daar ben je vast ook al wel eens in gestonken, of niet? Nee. Nee? Maar dan ben ik alleen. Oké. Het is een combinatie van afrobeat en indie rock, van Bon Iver tot Paul Simon tot John Armour Trading en... Hè? Het literatuurprogramma van Lowlands? Ja. Grappig, hè? Ja. Ja. Hoe zit dat dan? Ja, toevallig. Ik ken iemand in Amsterdam. En ik heb daar op een soort literair soort salon ding gespeeld. En dat vonden ze tof. En zij werden uitgenodigd door Lowlands om mee te doen. En zeiden, Rina, wil je mee? En zei, ja. Maar wat ga je dan doen? Ga je dan zware poëzie voordragen of een moppie spelen? Ik ga spelen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, mijn poëzie zit in mijn muziek. Dus ja. Okay. Laten we eens even teruggaan naar het begin van Rina Mushonga. Want goed, die levensloop die hebben we nu besproken. Maar hoe komt dat, dat je zoveel van de wereld hebt gezien? Reislustige ouders, denk ik. Dat vooral. Dus mijn vader komt uit Zimbabwe en mijn moeder is Nederlands. En ze hebben elkaar in Botswana leren kennen. Dus ja, het begon al gewoon bij hun ontmoeting. Het is gewoon zo gebleven. Dus ja, om een paar jaar dan... hadden ze weer zin om ergens anders te zijn en te werken en te leven. Dus gingen wij mee. En misschien een super lastige vraag, hoor. Maar heeft Zimbabwe dan ook een gigantische invloed op jou gehad? Ja, absoluut. Ik bedoel, dat is voor mij wel... Ik leefde daar in mijn, hoe zeg je dat, formative years, zeg maar. Dus, Je puberteit? Mijn puberteit. En dat is toch wel... dat is wanneer je echt zo dieper de muziek induikt en literatuur en vriendschappen en eerste liefdes en al dat soort dingen. Dus ja, dat gebeurde daar allemaal in die context van Zimbabwe. En het is wel heel anders dan. Maar ja, hoe dan? Hoe is dat anders dan? Nou, er zijn meer zwarte mensen. Dus dat je krijgt, en dat klinkt heel soort vanzelfsprekend, maar ik woonde daarvoor in Londen. En dan, ja, in het Westen en Europa is natuurlijk veel, veel blanker. Dus je groeit op... Ik ben niet blank en niet zwart. Ik ben een beetje van allebei. Maar je groeit toch dan op met een soort westerse beeld, alsof soort iedereen in de wereld blank is. En dan kom je opeens ergens waar dat helemaal niet zo is. En dat, ja, dat is wel een hele fijne manier om te zien dat the world isn't just Europe en Amerika en whatever. Maar dat er gewoon een hele grote wereld daar... Maar zo kan je dus wel ineens ontheemd gaan voelen. Zoals je net vertelde, dat het liedje over zou kunnen gaan. Ja, nou, maar dat was voor mij wel, denk ik, vooral toen ik weer uit Zimbabwe terugkwam naar Europa. En me hier weer moest gaan leren aanpassen. Cultuurshock! Yes, inderdaad. Hey, hoe ben je bij de producer van Ben Howard terechtgekomen? Chris, ja. Via mijn manager en... Ja, we zochten gewoon een jonge, leuke producer om mee samen te kunnen werken. En iemand die nog niet mega bekend was. En iemand die open stond voor mijn soort dictatorial soort of ideeën en zo. En, oh ja, is dat zo? Ja? Ik ben best wel control freakerish. Ik zie de hele band knikken daar. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nee, dat was niet waar. We zaten gewoon te luisteren. Daar maak ik ervan. We zitten gewoon aan te moedigen. Nee, en we stuurden een cd op. En hij nam meteen contact op dat hij het leuk vond. En we hebben elkaar op Lowlands leren kennen eigenlijk. Ontmoet en over muziek gehad. Oké, daar heb je even een meeting geregeld. Ja, hij was daar toevallig. Ja, hij drumt bij Ben Howard. Ja, inderdaad. Dus hij had ons uitgenodigd. Hij kom even kletsen. En het was voor... Nee, niet vorig jaar, jaar daarvoor. Het is bloedheet. En we stonden daar gewoon op Lowlands een biertje te drinken. En hebben het over Fela Kuti en soort electronic music en van alles gehad. En the rest is history. En nu komt je plaat ook uit in Zuid-Afrika, Australië en Engeland. Nou, dat is dus world domination dan, hè? Ja hoor, ja, toch. Als het kan, dan graag. Ja. Ja, maar hoe krijg je je plaat in Australië uit dan? Hoor ik een heleboel bands die nu zitten luisteren vragen. Ja, gewoon een goede publisher, denk ik. En gewoon blijven pushen. En
daarheen sturen, denk ik eerst. En nu dan eerst natuurlijk de 3FM-studio voor ons omverblazen. Ik heb een beetje moeite met de tweede track. Okay. YDMLB. Yes. Zeg ik het goed nu? Ja, maar helemaal perfect. Toch? Maar, ja, maar het staat voor mijn neus, hè? Wat betekent dit? You don't make love better. You do make love better. No, you don't. You don't make love better. No, you make it worse. Dat, no, niet jij persoonlijk. Ja, ik wou daar zeggen. Dat is... Nee, maar in een relatie met degene die... De andere die maakt het niet. Die maakte het niet beter. Nee? En die is nou de deur uit, begrijp ik? Ja, die is weg. Oh. Weg. Hij heeft nog wel een liedje gekregen. Ja. Zoiets, ja. Ik ben nu ineens schitterend benieuwd naar de tekst. Ga vast naar je naast. Okay, doe ik. Als je zit te luisteren en denkt, nou, ik wil me hier even tegenaan bemoeien. Dat kan. Stuur een sms aan 3333 of plaats even een bericht in de mobiele app van 3FM. Rina Mashonga is 1 juni te vinden op het Sniester Festival in Den Haag. 5 juli in het Vondelpark in Amsterdam. 13 juli Hoogtevrees Festival in Deventer. En daarna Lowlands. Goeie score, zegt dit allemaal. Zijn jullie er klaar voor allemaal? Ja, de hele band knikt. Dan gaan we weer. Hier is op 3FM nu, Rina Mashonga live.